Iedere dag beoefent Bureau Sport een sportdiscipline. Vandaag is dat taekwondo. Op weg naar Jeroen Wanrooij. Taekwondo, heb je daar wat mee? Ja, nee, eigenlijk helemaal niet. Oh, is toch wel een mooie sport hoor. Ja, maar ik moet toch altijd vooral denken aan de films van Bruce Lee en Chuck Norris. Ja, dat gevecht in het Colosseum. En wat Chuck Norris doet, dat is taekwondo. Maar het is een sport die zich gedeeltelijk in het hoofd plaatsvindt. Beheersing. Concentratie. Integriteit. Doorzettingsvermogen. Rust en hoffelijkheid. Allemaal dingen die wel op jou van toepassing zijn. Ja, ik denk ook wel dat ik er best wel goed in ben. Ook de timmerman behoort tot de vaste leveranciers van deze sportschool. Het is heel populair in Noord-Korea, hè? Ja. Wist je dat? Daar slaan ze de hele dag van die plankjes door. What the? Oh, that's absolutely beautiful. Let's go to the Netherlands. Jeroen, was jij vroeger ook zo'n fan van Chuck Norris? Chuck Norris, nee. Chuck Norris niet. Wel ja, andere vechtsporters. Bruce Lee vond ik heel erg mooi. Waarom schreeuwen jullie altijd zo hard bij taekwondo? Is om de techniek een stukje extra kracht bij te zetten. Het is sowieso goed als je in een trap of een stoot uitademt. Nou, dat doe je automatisch ook als je schreeuwt. Als je nou vroeger thuis bij je moeder aan de warme chocomel zat, hè? Sloeg je dan nou ook al zo, bam, zo'n gat in de tafel? Nou, dat nog net niet. Dus je hebt nooit een keer een Billy Ikea kast van je moeder in tweeën gehakt? Nou, ik heb vroeger wel eens samen met mijn broer, dat we wat testen, hebben we wel eens een kastje gesloopt, ja. Lukt het ons straks om 1 punt tegen jou te scoren? Het zal lastig worden, maar wie weet, we gaan het straks even proberen. Ik heb echt heel veel vechtfilms gezien, hè? Ja? Ja, Chuck Norris, man, daar was ik vroeger gek op. Ja? Nou, we kunnen het straks even proberen. Chuck Norris deed dat ook nog niet eens. Nee? Nee, maar die deed ook geen Pauw! Mag ik nog wat vragen? Je zegt heel vaak pauw. Is dat bewust? Is dat een, of nee. Kan je ook het is gewoon een schreeuw die bij jou... maar pauw is nu... Vandaag is het pauw, morgen is het... Bitterman. Nee. Denk je dat jij een punt kunt maken? Je begint met je knie recht naar voren te doen. Je been intrekken, je knie recht naar voren. Vervolgens komt het belangrijkste stuk, anders blesseer je je knie. Dat je die standbeen, het been waar je dus op staat, indraait. Je moet dus meedraaien. Ja, juist, zo. Ja! Was goed, iets te ver weg. Ja, Frank, nog even. Kwa! Niet slecht, niet slecht. Nou, ik vond het niet slecht. Ja, nee, ik ook was top. Juist. Jong, hong. Blauw, rood. Ga goed, hè? Hallo. Wacht, trap eens terug, man. Oh. Sorry, heel tip en punch. Wow! What's up? What's up? Oh! Hachi poezoe! Ik kan niet meer op mijn poten staan, man. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het toch moeilijker dan ik had verwacht. Ja, het is pittig, maar goed, ja, ik train ook al lang. En, maar ik vond dat jullie het goed hebben gedaan voor de eerste keer. Ja. Goede inzetten, kijk maar, we zweten allemaal, dus we hebben goed ons best gedaan. Ik vond persoonlijk jouw schreeuw en de overtuiging iets beter. Ja. En ik vond jouw traptechniek weer iets beter. Dus, resumerend, ik ben gewoon de Chuck Norris van Bureau Sport. Ja!